Hallo, je kijkt naar de allereerste aflevering van Unity's Terrastest. Ik ben Lisette en deze zomer ga ik met mijn vriendinnen op pad in de Leidse regio en zoeken we terrasjes uit die we voor jullie gaan beoordelen. Vandaag staan we bij IJscafé Danies in Leiderdorp. Pieter, wat heb jij je gasten allemaal te bieden? Nou, wat wij te bieden hebben is natuurlijk uiteraard onze diverse soorten ijs. We hebben diverse melksoorten ijs, fruitijzen, wat we allemaal zelf ambachtelijk maken. En buiten het ijs hebben wij ook de koffie. En dat betrekken we bij Bocca, dat is een speciale merk. Daarbij hebben wij diverse taarten van Marjon Kelder. Bekend is de hazelnoot crème gebak en taarten trouwens. En verder hebben we ook nog diverse broodjes. Ja, die bakken we zelf af met verschillende belegsoorten. Klinkt heel goed. En wat zijn je aanraders? Nou, aanrader vind ik zelf de hazelnoot crème gebak. En bij de broodjes de witte triangel. En ook de bruine triangel vind ik ook erg lekker met geitenkaas of met carpaccio. Klinkt heel goed. We gaan het zo meteen allemaal proberen. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Met deze twee dames ga ik deze zomer alle terrassen bezoeken. Stel jezelf eens even voor. Hoi, ik ben Suzanne. Ik ben 22 en ik studeer voeding en diëtetiek. Hoi, ik ben Dione. Ik kom uit Leiderdorp en ik studeer medewerker maatschappelijke zorg. En ik ben 17 jaar. Als we dan bij de ijssalon zijn, dan moeten we natuurlijk ook even een ambachtelijk ijsje proeven. Ik heb bastonje en meloen en ik vind hem heel erg lekker. Het smaakt echt naar bastonje, dus geslaagd. Bastonje is je voorkeur? Ja. En jij? Ik heb meloen en wit chocola. Ik vind meloen echt precies naar meloen smaken. En de wit chocola is iets minder, maar ook wel heel erg lekker. En dan moet natuurlijk ook het terras nog getest worden. De drankjes zijn besteld. Wat vinden ze ervan? Ik vind het wel jammer dat er geen ijs in zit. Zeker met dat warme weer was dat wel lekker geweest. Ja, precies. IJsselontje hoort er wel bij. Ja. Niet alleen drankjes, maar ook broodjes zijn bijna niets te krijgen. Even kijken waar de dames voor kiezen. Ik denk dat ik een broodje carpaccio neem. Wat willen jullie? Ik denk een broodje ambachtelijk ham. Het ziet er wel lekker uit. Ja. Ben je er al uit? ik ga denk ik voor de broodje geitenkaas. De broodjes zijn besteld, vers gebakken en worden naar de tafel gebracht. Hoe ziet het eruit? Ja, het ziet er goed uit, hè? Ik vind het echt leuk opgemaakt ook. Ja. Ja, daar hebben ze wel hun best op gedaan. Ja, zeker. Lekker. Je hebt niet zo'n heel bruin broodje, hè? Nee, het is een beetje meer granen. Ja, een meer granenbroodje. Het ziet er goed uit, maar het moet ook nog geproefd worden. Hoe smaakt het? Vind je van je broodje? Ja, lekker, maar ik vergeet alleen de bovenkant eten, dus ik heb het nog niet geproefd. En jij? Ja, ik vind hem heel lekker. Lekker met die noten erbij en honing. Een goede combinatie. En goed, lekker bruin broodje ook. Toch wel lekker bruin? Ja, toch wel. Ja, maar honing en walnoot hoor natuurlijk wel bij prima. Komkommer zie je niet zo vaak. Nee, klopt. Maar het is wel lekker fris. Ja. Geslaagd. Mooi. Mijn broodje is ook heel lekker. Lekker, typisch. Carpaccio. Dat eet ik eigenlijk bijna overal, want dat vind ik gewoon heel lekker. Maar met die zongedroogde tomaatjes, dat zie je niet heel vaak. Nou, soms wel, maar dat vind ik wel heel lekker. En uiteraard de truffelmayonaise is echt heerlijk. Wat vonden jullie van de bediening? Nou, ze kwamen helemaal met z'n tweeën, dus ik vond het wel goed. Ja, ja, netjes en werd goed. Ja, vond ik ook als ze waren wel beleefd. Ja, ook niet opdringerig of zo, gewoon spontaan. Klinkt goed. Nu ben ik ook wel benieuwd wat voor cijfer jullie Danies gaan geven. Ik vind het een 7 waard. Een 7,5 toch wel. Iets meer wel. Ik vind het gewoon heel gezellig en het zijn allemaal hele leuke mensen die hier werken. Dus voor mij is het een 7,5. En voor jou? Ik geef het ook een 7,5. De hele ervaring. Dus dat brengt ons op een gemiddelde van een 7,3. Ja, het is hartstikke leuk, een 7,3. Nou, gefeliciteerd Danies bij deze. Dit was Unity's terrastest voor deze week. En volgende week dinsdag zijn we weer bij je terug op een ander terras.